Een hele goede middag, mensen. Is het middag? Ja, volgens mij wel. Goedemiddag. Ik ben Lauren, voor als je dat nog niet wist. En welkom naar. Wauw, gesprekgebrek. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Mensen, het is Koningsdag vandaag. Het is niet zo mooi weer. Isanna probeert te vloggen hoor. Het is niet zo mooi weer. Mijn zusje laat me gewoon achter zitten. Vind je dat normaal? Ik wou voor, ja, maar ja. Ik zeg zo, laat je me echt achter zitten. Ik moet achter zitten, zegt ze ja. Boom, brutaal. Dus ik moet nu achterin zitten. Dus wij, het is Koningsdag, wij gaan richting Nederlanden. Naar mijn bishops slash mijn tante en mijn oom. En ja, daarna ga ik denk ik richting mijn moeder. Het is een droge dag, maar ik dacht van weet je wat, ik ga vloggen. Ik film toch de laatste tijd niet zoveel, maar maakt niet uit. Het is een bijzondere dag. Dus. Voor wat is dat nodig? Voor wat? Maar ja, wij gaan die kant op.
wanneer jongeren denken dat ze leuk zijn. Oh mijn god. Wie zal dat nou zijn, hè? Wat doen jullie hier? Oké, dan. Ik ga die kant op, maar ik weet niet waarom ik helemaal hier naartoe loop. Zon verpest echt mijn beeld, maar oké. Rustig door het zand lopen, anders komt zand in mijn schoen. Slijm. Iedereen houdt van sensatie, maar zij krijgt alles groot. Ja. We zijn aan het schommelen hier. Mensen, dit komt op YouTube, hè. Ja, Ronijske weet het al. Hoi kind. Genoeg, ja. Genoeg. Ze is genoeg vet. Ik ben fan nummer 1. Ik ben altijd nog op een vlag. Je weet niet. Ze wil altijd overnemen en zo. Toch niet. Oké mensen, hoi. Oké, ik ga zo meer. Kijk. Kom, we gaan samen op de vlog. Kom. Jij, kom. Je wordt famous. Ik ga samen zitten. Ja, we gaan samen. We gaan samen schommelen op de vlog. Je weet hoe de dingen doen, man. Oké, mensen. Ik weet niet wat Laura en Alma heeft verteld. Maar ik ben echt laat. Ik heb net gewerkt. Zoals je ziet. En ja. Eigenlijk moet ik naar binnen. Eigenlijk moet ik hun groeten. Maar dat heb ik niet gedaan. Ga je ook kip halen? Wat? Ga je ook kip halen? Kip halen? Ja. Kip? Ja. Zeg. Beneger. Beneger. Nou mensen, ik moet eigenlijk gewoon mensen groeten. Maar ik heb echt geen zin. Ik ga mijn boel verschijnen. Waar is mijn jas? Oh ja. Hannes zit te vol! Wanneer Laurens geloof dat ik daar spullen moet pakken. Ik weet niet. Ik hoor iemand praten, maar ik weet niet wie. Eeuw! Ja. Dus wat ik wou zeggen was. Ik ben moe. Geen MB's! Ik ben MB-loos. Is toch vergrendeld? Nou mensen, ik ben Renijska. Voor de 10.000ste keer. En ja, ik weet niet precies wat ik moet vertellen, ik weet niet wat ik allemaal heb verteld. Sorry. Nou ja, ik ga zo even naar binnen, even mensen groeten. Voordat ze horen dat ik niet heb gegroet. Even eten halen, en dan ga ik weer naar buiten. Mag ik mijn telefoon, niet jouw telefoon? Ja, dat zag ik toch net. Dat is echt irritant om te zien. Nou mensen, ik ga er vandoor. Lauren, hier, ik heb je, ik weet niet echt precies, ik heb 1000 keer mijn naam gezegd. Ja mensen, volg haar. On de Instagram. Precies. I am Naiska, I-I-A-M, N-A-I-S-K-A, punt, laag C. Zet wel in de beschrijving ofzo. Ik ga mijn tas halen. Andere hand, oh my goodness. Ik ga mijn tas halen, want zij moest zo nodig mijn tas en mijn spullen daar laten. Dus dat ga ik even doen. Ik wou net gaan filmen. Dus ik heb mijn moeder ging achter de prullenbak verstoppen voor zus. En zij kon er buiten maar eens heen naartoe. Hey, nee. Echt grappig. Wij verstoppen achter de prullenbak. Dat was echt grappig. Ja, ik wou het net gaan filmen, maar ik was net te laat. Echt jammer. Nou ja, dat wou ik even vertellen. Ik ben thuis en ik lig al in bed. Ik lig zo lekker in mijn bed. Hè. Oh my god. Mijn bed voelt, sinds ik deze bed heb, ik heb hem denk ik al bijna een jaar. Nieuwe matras, alles nieuw. Hè. Dekbed overtrekt. 2x2 dekbed. Oh, deze bed voelt net als een hotelbed af en toe. Slaap zo lekker. Ik heb een lange dag gehad. Of nee, het valt mee. We waren niet vroeg uit huis gegaan, dus viel wel mee. We zijn naar Nesselanden geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. En daarna was ik naar mijn moeder gegaan, want ze moet een kleding maken voor over 2 dagen. Ze moet een soort van, wij noemen het een toga maken. Een hele zwarte, want ik moet helemaal zwart gekleed zaterdag.
En daaronder moet ik mijn witte kleren verstoppen. Dus even om kort uit te leggen wat ik moet doen. Voor een illustratie. Dus dat ben ik gaan doen. En ja, dat was mijn dag eigenlijk. Zometeen, morgen, weer een andere dag, gaan we even banieren ophangen. Want de volgende dag krijgen wij in het gebouw bezoek vanuit verschillende gedeeltes van het land. De dansers waar wij normaal naartoe gaan in Haarlem komen naar Rotterdam toe om les te geven. Dus we gaan even de zaal klaarmaken. En ja, daarna zaterdag, een lange dag. Dus ik ga slapen. Het was een gezellige dag. Ik heb veel bewogen. Ik vond het leuk. Oh mijn god. Buurman gaat bijna dood daar zo. Maar ja. Ik wil jullie bedanken. Voor het kijken. Het was leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Deze vakantie ga ik hem vaker proberen te filmen. Ik doe mijn best. Dus. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zal zeggen like, deel, subscribe. Laat een reactie achter hier beneden. In de reacties. Vergeet niet te abonneren. Gewoon niet doen. Gewoon niet vergeten te abonneren. Abonneren doe je. Aan die kant. Aan die kant. Ik heb het geleerd. Het is aan die kant. Oké, hier beneden. En zou ik zeggen tot de volgende keer. Later.